Het Oude Hof. De groots opgezette aanleg van het hof, met zijn rechtlijnig lanenpatroon, dateert uit het midden van de 17e eeuw, toen Antonus Stuttler van Zurk heer van Bergen geworden was. De naam van de architect is niet bekend, maar wel staat vast dat de opdrachtgever Stuttler van Zurk een grote inbreng moet hebben gehad. Helaas kwam er van zijn oorspronkelijk plan, een majesteitelijk landhuis als kroon op dit werk te plaatsen, niets terecht. Onder meer op grond van geldgebrek. In 1660 kwamen wel de beide zijvleugels gereed, maar het geprojecteerde hoofdhuis is nimmer verrezen. In de eerste helft van de vorige eeuw werd door de toenmalige eigenaar, jonkheer Barnaert, een groot gedeelte van de bestaande gebouwen afgebroken. Een deel van de linkervleugel is toen behouden gebleven, alhoewel toen al in een zeer slechte, bouwvallige staat. Jan Jacobus Hendrikus van Renen en zijn echtgenote jonkvrouw Wilhelmina Jacoba van Rendorp van Marquet werden de nieuwe eigenaars van de heerlijkheid in 1851. Het huis werd grondig gerestaureerd, waarbij het zijn tegenwoordige vorm kreeg. Een eeuw lang bleef het hof in het bezit van de Van Renens. Het geslacht Van Renen was zeer kinderrijk. Hendrik, Jochem, Adolf en Louise van Renen hebben het huis het laatst bewoond, voordat het door de gemeente Bergen werd aangekocht. De heerlijkheid Bergen strekte zich uit tot Bergen aan Zee. Omstreeks 1851 liet Jacob van Renen, heer van Bergen, een koetshuis bouwen. Al vrij spoedig werd dit koetshuis tot boerderij verbouwd. De grote zwarte schuur werd tegelijk met de boerderij gebouwd en was oorspronkelijk stal- en timmerwerkplaats van de Van Renens. In 1910 werd de boerderij gepacht door Jan Akerboom. Zijn zoon Kobus weet zich alles nog best te herinneren. Mijn vader werkte hier al en toen was ik een half jaar toen ben ik hier naartoe komen te wonen. Hier in de boerderij. Toen woonde meneer Jochem, meneer Hendrik en Adolf en vrouw Lou. Dit is de blauwe salon, dat is de rode salon, midden was de vestibule en het kantoor zat aan die kant, dat was het kantoor. Daar zat dan meneer Jochem en meneer Hendrik. En Adolf die zat hierachter. Die had daarachter een kamer. En er stonden hier ook nog drie of vier koetsen. En dan moest vader ook wel een mee uit rijden dan. Dan ging hij met de vrouw uit rijden. En meneer Hendrik die had dan een... Zo'n klein, hoe noem je zo'n zeeswagentje eigenlijk. Dan mochten wij ook wel eens mee. Dan ging je over Egmond. Of zo de rond erin. En dan is het, maar dan kon het altijd zo mooi zeggen. Ik koop, weet je wat zo noemde mij dan. Koop, ben je mee met mij? Dan gaan we een rondje rijden. Nou, dan moest ik me zonder zijn kleren aan hebben. Weet je wat, je moest een krabbroekje aan hebben en dus, en dan ging je met hem mee. En dan had hij een mooi paardje, een mooi zwart paardje. Waar hij mee reed dan. Dat was wel leuk hoor. En dan mocht je met hem mee en dan, nou ja, dan ging je rondom. Dat was dan wel aardig. En toen heb ik hier nog wel wat gewerkt ook. Ik heb hier onderhand die goten nog allemaal nieuw gemaakt en zo. Later heb ik nog aan de houtzagerij geweest. Want er werd hier het hout ook gezaagd en dat zaagde hij dan op het ezelenkroggie. En dan voor de winter werd alles binnengehaald en werd het daar in de loods gezet waar nu de gemeentewerker zit. En daar haalden we dan, dat hout haalde vader dan kwam je met de paardenwagen en dat haalden ze naar de keuken toe.
En daar werd het in de kelder gedaan. En daar werden hier die kachels mee gestookt. Want toen kolen, nou ja, kolen waren er wat, die gebruikte enkel de, voor de keuken, voor de fornuis. Toen stond er een groot fornuis in die kant. En dan moest hij zaterdagavond om 9 uur, want dan moest mijn heer eerst in bad. Want dan had een badkuip staan op die badkamer. Dan moest hij eerst in bad en dan moest vader om 9 uur moest hij komen om zijn centen. En dan zei je, dan komt die dikke kerel weer om geld. Ja, nou. Want het was zwart armoed, hoor, eerlijk. Wij wouden radio hebben. En mijn vader durfde het niet te doen. Want hier was ook geen radio. En toen ben wij naar Brugman toe gegaan. Dat leek hij zijn die tijd. Toen zei Brugman, nou, je betaalt het toch zelf, dus niet. Ja, toen was het een 100 gulden, weet ik het, wat de kosten noemen. Maar, en dat hebben we toen. Toen kregen wij radio in huis. Maar als dan de koningin voor de radio kwam, dan kwam de hele familie kwam naar ons toe. Dat was het mooiste hoor. Dan kwam de vrouw over de brug heen, en meneer Jochem kwam over de brug heen, en meneer Hendrik kwam over de brug heen. Dan moesten ze bij ons de radio horen. En dan moest moeder weer thee tappen en koffie tappen. Maar ja, dat was ook. En daar kreeg ze niks voor hoor. Nee, dat was allemaal liefdewerk en oud papier, zeggen ze dan. Tijdens de oorlogsjaren is het landgoed door de Duitsers gevorderd en gebruikt. Adolf en Louise van Rhenen moesten op 21 maart 1943 hals over kop vertrekken. Vanaf het einde van 1944 hebben de paardentroepen, de Oekraïners, op het hof gebivakkeerd. En de ravage na de oorlog was dan ook verschrikkelijk. Toen de Freule, zoals Louise altijd genoemd werd, terugkwam in Bergen, wilde zij niet meer in het huis wonen. De Volkshogeschool, die in september 1945 haar activiteiten was begonnen, zocht in die tijd een geschikt onderkomen. Het Oude Hof bleek een uitstekende huisvesting te bieden, zodat al snel een huurcontract gesloten kon worden met de familie van Rhenen. Pas in 1951 heeft Louise van Rhenen het gebouw verkocht aan de gemeente Bergen. En in 1955 werd het voor de duur van 99 jaar in erfpacht afgestaan aan de Volkshogeschool. Naderhand werden ook de Zwarte Schuur en de boerderij door de Volkshogeschool in gebruik genomen. Piet Timmerman was toentertijd een van de belangrijkste uitvoerders van de talrijke verbouwingen die daarvoor nodig waren. Dus ik ben eigenlijk begonnen in 1946 in tijdelijke dienst zonder de vaste aanstelling. En tot mijn pensionering in 65 stand toe dus eigenlijk. En je kon het niet weglopen, het was nooit klaar. Het is ook nooit klaar, het is nou nog niet klaar. Nog weer wil je toch wel verbeteringen, zou je willen aantreffen. En het was natuurlijk niet alleen het Oude Hof waar zoveel moest gebeuren. Want per slot leefden we in die tijd toch met de, ja, idealistische gedachten, Nederland moest weer één worden, alle geloven weg en alle scheidslijnen moesten weg. En dat was ook hier duidelijk merkbaar. In het beginjaar hebben we hier ontzettend veel steun gehad van de werkzaamheid van de cursisten die hier kwamen. Iedere cursist, ongeacht wie het ook maar was, die werkte 's morgens van 8 uur tot 10 uur praktisch. Dit gebouw, dat is, toen we hier binnenkwamen, was toch nog wel iets te merken eigenlijk van de adellijkheid, wil ik niet zeggen, maar toch wel van de rijkheid die er geweest is. De zalen werden ook genoemd naar de kleuren die ze hadden. De rode zaal, de blauwe zaal, de grote zaal. Dat was één. Boven waren dus allemaal weer vertrekken gebouwd die vrij groot waren. En waar ook weer dus vooral de studerende kinderen, van Rhenen die heeft ook een gezin gehad van 9 kinderen, hun eigen kamer hadden, dus ook boven wel. Maar het wonderlijke was dat in het hele gebouw was één kraantje. Er was één fonteintje, dat was in de hal.
terwijl de verenigingen zelf eigenaar waren van het plaatselijke waterleidingbedrijf. Dus je kan wel nagaan, in al die jaren dat we aangebouwd hebben, hebben we lange tijd gebouwd eigenlijk zonder geld. Geld was er niet. Dus je moest altijd improviseren. Dat waren geen kopjes, schoteltjes. Ja, we hebben dus eerst de kopjes maakten we van conserveblikjes met aangesoldeerde oortjes en die gaven een kleurtje. En de tweede kop in schotels kregen we, en dat is heel leuk om te horen, bij het droogvallen van de Wieringen neer, die de Duitsers dus onder water hadden gezet door die twee vliegtuigbommen die ze erin hadden gezet, kregen we porselein allemaal vanuit Middenmeer, van het hotel, café wat daar toen gestaan had. Dat vond men allemaal weer onder water, kwam dat naar boven. En dat hebben we toen in grote manden en zo hebben we dat gekregen. En dat was het eerste porselein eigenlijk wat er toen kwam. Want vroeger namelijk veel cursisten moesten een mes, een vork en bord en kop meenemen hier naartoe, want dat was er niet. Dus, en zoals met alles, ze moesten hun eigen beddengoed meenemen, hun eigen slaapzakken meenemen. Ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, het was een pionierstijd. Het is natuurlijk van het geheel hier, van dit complex, vind ik als volkshoogschool is het leukst eigenlijk dat we dus de gebouwen die hier staan allemaal eigenlijk in handen hebben gekregen in de jaren. Het heeft alle drie zijn bekoring natuurlijk, zowel dus het Oude Hof als eigenlijk de plaats waar altijd de heren van Berg hebben gewoond. Dus echt wel een historisch een heel mooi geheel ook. Architectonisch zeg ik dan nee, maar als plaats wel, vind ik het erg mooi. En tweede natuurlijk is het ontzettend leuk dat die boerderij, wat zo verweven is eigenlijk met de mensen die hier vroeger hebben gewoond, waar een boerderij, maar vooral de paarden erg belangrijk waren. En het derde punt wat we bijgekregen hebben is dus de zwarte schuur, zoals wij hem dus noemen eigenlijk, maar wat vroeger altijd de manege is geweest. De zwarte schuur is eigenlijk gebouwd als manege, waar de paarden moesten afgereden worden voor de heren die hier woonden, omdat ze anders niet altijd op stal moesten staan en dat gebeurde dus in de wintermaanden, dus binnenshuis eigenlijk. En het is ook leuk, als jullie straks naar die zwarte schuur toe gaan, dan zie je duidelijk aan de buitenkant de palen staan. En dat het schotwerk aan de binnenkant is geslagen, wat normaal altijd aan de buitenkant zie je hier, aan de binnenkant. Maar dat was namelijk dat die paarden zich niet zouden bezeren, die uitstekende palen. Vandaar ook dat je duidelijk kan zien dat het een manege is geweest. Dat is jaren zo geweest en die manege is al erg oud, want zelfs in de tijd van Napoleon hebben daar troepen ingelegen in die zwarte schuur in die manege. Dus die was er toen al, 1798. Toen was die zwarte schuur er dus al. En dat later daar, die Van Reenis die hier woonde, en dat hebben ze, Jacobus heeft er ook over gesproken, dat is de oude Jaap, dus de Jaap Van Reenen, die zijn opleiding had in Delft, die ingenieur was, is later in die zwarte schuur begonnen en heeft daar ook een werkplaats ingericht. Een werkplaats waarbij hij dus een hobby, die had altijd een hobby natuurlijk, toch kon botvieren met alle machines en alles wat erbij was, had hij dan ook daar zelf in. En de oude Jaap Van Reenen, die was op plaats doof en bijziende. En dan hadden ze een zaagmachine met een zaag die zo in de ronde was met dergelijke grote tanden daarin. En die hadden daar dan de geleider, hadden ze wit geschilderd, want dan konden ze hem toch nog zien, want ze waren al zo kippig geworden dat ze niet konden zien. En dan weet ik dat ik daar kwam en dan waren ze een beetje bibberig en oud en dan kwamen ze met zo'n plank. En dan zetten ze die motor aan en dan draaiden al die schijven boven je hoofd, begonnen te draaien met allemaal waar die machines dus op liepen weer, waar ze dus weer met riemen daarop weer wat verbinding hadden. En dan liepen ze op die zaag af en dan gingen ze erbij staan en dan duwden ze die plank door de zaag heen. En dan had ik altijd het gevoel, waar komt het moment dat hij zijn polsen zo ver afzaagt? Hè? Het kwam altijd goed af. De hele volksmond natuurlijk van Bergen is de zwarte schuur, een van de bekende dingen, net als het hele Oude Hof bekend is eigenlijk, is om die zwarte schuur een begrip. Die zwarte schuurzaal is overal voor gebruikt, voor concerten, voor vergaderingen van staatssecretarissen van heel Europa hebben erin gezeten. Kerkdiensten zijn er geweest. Het is als een moskee gebruikt hier met buitenlandse groepen die we hadden. Er is in gesport, er is in gefeest, er is alles in gedaan en kan ook allemaal.
Toen het Oude Hof klaar kwam en de Zwarte Schuur was klaar, toen was ik ontzettend blij dat we toen die boerderij kregen als één grote bouwval. Want dat was toch het ideaal eigenlijk, terwijl je altijd van droomde dan weer een stuk op te bouwen. Hè? Dus toen was ik blij weer met die boerderij. En 20 jaar geleden, toen kochten we die boerderij van de gemeente voor 10 gulden als afbraak. Gewoon om af te breken, hij was waardeloos. Helemaal gesloten, alle steentjes afgebikt, stukje voor stukje weer opgebouwd. En toch weer eigenlijk een hele slaapgebouw met ons ideaal waar we van droomden. Naar de slaapzalen van 10 en van 12 en 14. Dat we uiteindelijk kamertjes zouden kunnen inbieden voor 2 en voor 3 personen. Dat was een enorme vooruitgang. Dat was een droom die we in het begin van de jaren 40, 50 toen al hadden eigenlijk. Maar die nooit verwezenlijk kon worden in dit gebouw. In het Oude Hof was dat onmogelijk, maar daarbuiten wel. En toen die boerderij kwam, toen lagen de plannen, die waren er niet, maar de plannen waren er wel. Nou, zolang die boer er woonde, hebben we altijd gezegd, als ooit die boerderij vrijkomt, dan wordt dat het internaat. Daar kan men slapen en daar kan men rusten en hier kom je om te werken en om te eten. En toen de boerderij klaar was, ja, dan krijg je eigenlijk meer het nalopen, het steeds verbeteren, het steeds luxueuzer worden. Mooiere dingen, mooiere video kwam, de filmapparaten kwamen, cursisten waren verwend, er kwamen met auto's. Ik herinner dat wij alles versleten met een fietskarretje achter de fiets. Nu komen met auto's, bestellen auto's, maar noem maar allemaal op. Even heeft dit oud oord van stilte onder trotse bomen hoge geslachten behoort. Thans mocht het dan zo komen dat Bergums gemene best met dit domein kon verwerven, het hart van dit kunstgewest. Jacob van Renens erven droegen het over, opdat ons nageslacht bevroede hier rust onder onze hoede een nooit deelbare schat.